Wow, hey kidnetters, daar zijn jullie. Wow, hopelijk zijn jullie goed aan het oefenen. Vandaag gaan we iets super cool doen. Heb je ooit al eens blind proberen parcouren? Ik in ieder geval nog niet. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eens proberen te balanceren op één been met mijn ogen toe. Dat gaat dus wel, maar is al iets moeilijker. Hoe cool is het trouwens dat als je aan parcours doet, dat je een parcoursvisie krijgt en overal waar dat je komt, aan parcours kunt doen. Bijvoorbeeld in je eigen tuin, bij je thuis in de living, in de keuken, op je kamer. Echt overal. Superleuk, toch? Anyway, let's move on. Precision time. We voeren drie verschillende soorten variaties uit op onze precision. Maar daarvoor hebben we natuurlijk een oppervlakte nodig waar we op moeten kunnen landen. En omdat het moeilijk is om dit ineens op een muurtje te doen of op een drempeltje, gaan we dit aftapen. Natuurlijk kan je dit ook altijd met krijt doen. Zo, perfect. We beginnen met een halve draai. Het makkelijkste is om af te stoten met één voet. We gaan deze nogmaals doen, maar dan helemaal achterwaarts. Heel belangrijk als je landt, dat je onder je voeten kijkt, zodat je exact kunt zien waar dat je moet uitkomen. Als variatie doen we nu onze ogen toe en gaan we er proberen voorwaarts in te springen. Als deze voor jou iets te moeilijk was, gaan we proberen eerst er gewoon in te springen en probeert je direct nadien te springen met je ogen toe. En nu snel terug. Ogen toe. En dat is gewoon gelukt. En om het jezelf nog moeilijker te maken, kan je proberen te springen op de randjes en daar te blijven balanceren. Dat kan zowel voorwaarts als schuin. Ik ga het een keer voordoen. Op deze manier. Of op deze manier. En als je dat dan iets meer onder de knie begint te krijgen, kun je die sprongen ook eens blindelings proberen, natuurlijk. Bijna. Nogmaals, we beginnen met de ogen open en nadien proberen we hem direct met de ogen toe. En daarom is het superbelangrijk dat we constant blijven oefenen. Mij lukt het ook niet altijd van de eerste keer. Hopelijk zie ik jou binnenkort terug in een volgende video. Au revoir!